Even mensen, ik ga met Christel, ik ga even wat ja, gewoon babbelen met jullie over wat er nu allemaal gebeurt in de wereld, over het geloof, over een oude droom van mij. Eerst um, die oude droom, die kwam ik tegen in een schriftje, ik had het natuurlijk opgeschreven. Um, ik droomde van een reus van een man, groot en breed. En we liepen en lachten en praten... En hij spreide zijn armen uit en hij nam me in zijn armen. Ik verdronk in die armen. Ik voelde zoveel liefde. Uh, ja, ik voelde zo'n enorme liefde en warmte. Het voelde zo vertrouwd en het was overweldigend. En die armen waren groot en zijn lichaam ook. En ik voelde me blij en, en klein bij dat enorme lichaam. Het was duidelijk God die in mij in de armen nam om mij te troosten. Ja, ik heb natuurlijk ook uh, best wel veel meegemaakt in mijn leven... Um, dus ja, ik, uh, dat was een ontzettend fijn gevoel toen. En ik was hier toch om helemaal vergeten hoor. was echt op de achtergrond. Maar ja, dan kwam ik hem weer tegen. God kan alle gedaantes aannemen als hij wil. Hè? Uh, dat hebben ze mij laten zien. En uh, ja, hij kan zeg maar uh, medicijnman zijn en het oerwoud, Hij kan een volk zijn. God is energie. Ja. Uh. Uh, als ik hem uh, toen ik wel een keertje een kijkje ging nemen in de hemel. zat hij uh, echt als een ouderversie van Jezus op zijn troon. En Jezus zat aan de rechterkant. En links, daar zat de Heilige Geest. En ik heb al gezegd: van, ik heb het meegemaakt in de kerk. dat opeens mijn haren recht overeind stonden, voelde ik. Uh, maar dat gebeurde waarschijnlijk niet in echt. Maar uh, dat voelde ik wel. En ontzettend veel wind. En het was met Pinksteren, uh, toen ik dat meemaakte. Uh, en uh, toen zei ik: Voel jullie die wind ook? Toen zei ik tegen uh, mijn man en uh, de kinderen, toen we daar zaten tijdens de Pinksterdienst. En toen: uh, Nee, we voelden niks. En ik keek of er raampjes open stonden. Het was echt enorm. Uh, ja, waarschijnlijk uh, heb ik de Heilige Geest toen over me heen gehad of zo uh, op dat moment. Ja, klinkt een beetje verwaand. Waarom moet jij dan de Heilige Geest doen? Ja. Maar ja, het is wel gebeurd. Um, en ik had het met mijn rijke master over gehad. Ik heb rijke 1 en 2. Uh, en die zei, je bent aangeraakt door God. Dus uh, ja, ik vroeg het uiteindelijk in een clubje toen. Maar, maar later zei ze, je bent aangeraakt, ze wou ik nu zeggen in de groep. <laughs> dat ik aangeraakt was door God. Um, nou ja, dat vond ik prachtig natuurlijk. Uh, heel dankbaar voor dat, natuurlijk. Ja, ik heb natuurlijk wel een missie... Um, waarbij ik de Heilige Geest waarschijnlijk nodig heb. Um, Heilige Geest zorgt ook voor vrede... en uh, dat je lekker voelt in je vel. En, uh, ja, ze zeggen aan het eind van de wereld... Hè, ik heb de laatste... Jaren toch al steeds het uh, gevoel, we leven in de eindtijd, we leven in de eindtijd. Um, ja, en dan is de heilige geest ook weg. En um, ja, bijbels en zo, die worden ook allemaal afgepakt van je. Dus je kan niks meer opzoeken hè? Als, uh, als je achter zou blijven, maar zorg dat je niet achter blijft. Geloof in Jezus dat hij gestorven is voor jou. En dat hij bloed heeft uitgestort uh, voor jou, hè? dat hij echt dat, die lijdensweg uh, heeft gelopen. Hè? Hij is in elkaar uh, geslagen. Ik heb dat allemaal gedeeld in mijn post-filmpjes ervan. Toen hij uh, de kruisweg liep in uh, Bethlehem richting Gogota. Uh, waar aan het kruis werd uh, geslagen, uh, ja, met echt gewoon die grote spijkers. Hij moet echt veel pijn hebben gehad. Uh, het heeft ook een behoorlijk lang geduurd voordat hij stierf. Ik vind het afschuwelijk om. Um, al heel lang hoor. Als je hem van die beelden ziet waar hij aanhangt. Ik zou het nooit in huis willen hebben. <laughs> ik vind het zo afschuwelijk. Uh, ik kan er gewoon niet naar kijken. Maar uh, ik heb met Jezus over gehad. En uh, ik zei, uh, ja, wie heeft dat gedaan? Dus, Hebben uh, dat Joden gedaan? Nee, jullie allemaal, zei hij. Dus ja, hij is voor ons allemaal gestorven. En uh, ja, niet alleen voor de Joden. Dus uh, we zijn allemaal schuldig dat hij aan het kruis gestorven is. Maar ja, hij heeft het gedaan voor onze zonde. Pff, ja. We hebben het zonde gedaan eigenlijk, waar we eigenlijk nog meest weten van: oh, heb ik die zonde, heb ik wel zoveel zonde? En dan liet de stof wel zien, ja, dit en dat. Hè, bij mij zelf, dit en dat was niet oké, okay, en dit en dat was niet oké. Okay. Ja, niemand is zonder zonde eigenlijk. Hè. Dus um, als je gelooft dat hij dus uh, en die band hebt met Jezus, hè, als jij echt gelooft in je hart. In uh, contact zoeken met Jezus, um, ja, word je gespaard. Hè? Je dat allemaal de verschrikkingen die uh, aankomen niet mee te maken? Uh, zie wat er in Amerika gebeurt nu. Um, het journaal zegt er niks over. De media die vertelt de helft niet. Hè? Wat ik zag uh, in Amerika, ja, het komen steeds in, um, ja, zijn drie miljoen mensen in uh, hoeveel jaar, zes jaar binnengekomen. Uh, illegaal allemaal de grens over. En er was ook eentje, een Aï-Kaeda-strijder. Waarschijnlijk hebben ze later opgezocht. Wacht maar, wat, uh, wat we doen met jullie straks. Uh, nou, gewoon naar die journalisten. Hè? En die hebben ze dus opgezocht. En dat was echt een, een soort. Ja, een strijder die gewoon ook illegaal de grens overkomt. Chinezen, heel veel, heel veel mensen. Uh, mannen met kinderen, alleen ze hun eigen kinderen zijn. Kinderen worden in kampen gestu gestopt, uh, verhandeld, uh, weggebracht naar um, gezinnen of alleenstaande mannen. En, ja, en dan afwachten wat er dan met hun kind gebeurt. Hè? Uh, lege Walmart, uh, supermarkt, Hallen worden daarvoor gebruikt. Duizenden kinderen worden ja, bij de grens opgepakt. Erin gestort, uh, in, in die hallen in zeecontainers komen die kinderen aan wat voor wereld leven we mensen het is echt verschrikkelijk hè? het is zo verschrikkelijk dat ik echt zo rammer ik hier weg wil <laughs> en dat wordt ze ook steeds erger hè? Ik kom ook steeds meer aan de oppervlakte um, ja voor de rest uh, wat wil ik nog meer zeggen ja geloof in Jezus en geloof in zijn bloed ik geloof dat uh, hij de redding is. Uh, wat we zien in Israël, uh, ja, Israël gaat door met vechten waarschijnlijk. Hij gaat de gaza echt niet opgeven. Er uh, staat ook in de Bijbel dat ze dat niet willen doen. Ze willen die Hamas-strijders dus, uh, ja, uitmoeden. Dat daar in ieder geval geen bommen vandaan, vandaan komen. Ja, ik vind het wel triest voor, voor die kinderen en alles hoor. En voor die mensen die in de val zitten natuurlijk, maar ja, staat wel in de Bijbel dat het zo zou lopen. Dus um, ja, mensen, het wordt een beetje lastig. Oh ja, dat wou ik ook zeggen, dat heb ik ook gedeeld in mijn post. Um, dus uh, ja, ze willen de Amerikaanse mensen hè? kijken, ze wie christen is, gaan ze al uh, registreren, kijken of je bijbels koopt. Uh, of dat jij wapens koopt. Uh, in ieder geval alles uh, wordt geregistreerd. Uh, dus als jij bijbels koopt, wapens, uh, wordt ook geregistreerd. Houden ze je in de gaten. Ja, hij kan het eerste opgepakt worden. Uh, ja, ik denk wel dat de christenen vervolg gaan worden na de joden. Dus, uh, ja. En daarom moet je zo'n chip in planten. Uh, ja, dat uh, ga ik nooit van zijn leven doen, maar uh, ja, Jezus uh, is de enige weg om dat voor te zijn. Voordat er zeven jaar of zes jaar, ik denk zes of zeven jaar, grote opschudding komt. Nou, dan kan je rekenen van aardbevingen, oorlogen, tsunamis, uh, orkanen. Alles komt dan, rare beestjes, uh, plagen. Uh, echt niet leuk om uh, daarin te zijn, dus uh, wees wijs. Uh, hij, uh, geef je over aan Jezus. Uh, hij is de enige weg. Uh, ja, dan kan je het allemaal voor blijven. Dus uh, ja, ik kijk dan heel veel naar mensen die uh, in Amerika, die uh, heel veel dromen hebben. Heel veel mensen krijgen dromen, visioenen. Wat ze zien uh, is echt verschrikkelijk wat er met de christenen gebeurt. Ook al denken uh, heel veel christenen dat ze uh, al gered zijn, maar. Is er toch iets dat uh, die verbinding met Jezus eigenlijk niet oké okay is? Dus zorg voor uh, ja, dat je echt vanuit je hart in Jezus gelooft en, uh, en met God. Hè. Praat met ze, um, bid met ze. Ja, ik, ik praat meestal, ik ga niet echt mijn ogen sluiten. Maar ik betrek ze constant in mijn leven. Dus uh, ik leg, overleg alles van uh, oh, ja, de problemen. hè. Zo, en als ik dan ergens aan denk, dan, uh, nou, dan krijg ik zo'n droom over. Ik dacht dan aan mijn uh, meisje Jelina. van die zal wel groot zijn. En, uh, ja, zo jammer, dan uh, kan je niet zoveel meer aan. Ja. Het is zo als je kinderen klein zijn. Dan kan je leuk uh, ja, uh, met ze knuffelen. Maar als ze groter zijn, uh, merk ik wel, ja, dat is, dan <laughs> is die over. Dan is dat, uh, tenminste in mijn geval, uh, is dat niet zo. Maar ja, ze is nu, denk, nu ja, een jaar of zes, zeven denk ik. Um, en ze leeft gewoon weer op aarde. Ze is weer en uh, Ja, ik uh, mag de adoptie de papieren tekenen. Dus um, ze komt weer in mijn leven waarschijnlijk als dat kleine meisje. Um, ik weet dat ze graag bij me wou zijn. Maar door omstandigheden wat, kon ze niet bij mij zijn. En kreeg ik mijn zoon, een hele lieve zoon, een jongste zoon. Maar ja, als je daarover hebt van, Jezus komt terug. En, ja, je wordt gewoon niet serieus genomen. Niks wat ik zeg in mijn leven. Uh, mijn ouders namen mij niet serieus. Hè. Altijd, mijn broer geloofde mij altijd wel, maar mij vaak niet. Um, ja, zelfs mijn kinderen geloven mij niet. <laughs> als, als ik zeg, sommige dingen gaan gebeuren, dan uh, nee, ik word ik niet geloofd. Ze vinden mij een beetje gek, denk ik. Uh, mensen om me heen, ja. Hier in de straat vinden ze me ook een beetje raar bij, volgens mij. Maar goed, uh, dat heb je als je spiritueel bent en je bent op een hoger niveau aan het klimmen. Resideer je wel niet met mensen om je heen. Dus uh, ja, daar leg ik mij bij neer. Ik heb uh, op tegenwoordig geen gelijkgestemde mensen. Ik ben alleen nu en uh, al een tijdje. En uh, ik heb jullie, hè, ik heb jullie als mijn uh, ja, groep. En uh, ik vind het leuk als jullie reageren. Uh, de gelijkgestemde. En ik, zie, ja, ik hoop jullie straks gewoon allemaal heel, heel veel te zien. Aan de andere kant waar we naartoe gaan, naar de nieuwe wereld. Uh, ja, en echt jullie persoonlijk te kennen. Maar op het ogenblik heb ik zoiets van. Ja, het lijkt steeds of ik dan weer gewaarschuwd word van, ja, sommige mensen. Ik heb wel vriendschappen gehad, ook met andere readers. maar ik krijg steeds maar waarschuwingen van, uh, van het universum. En uh, van, ja, dat is een blokkade, dat is een blokkade. Dus ja, ik denk, ja, ik, ik begin helemaal nergens meer aan, weet je wel. Dan maar alleen, maar. Uh, ja, toch vermaak ik, vermaak ik mijn eigen groeten. Ik heb, uh, ben nu heel veel dingen aan het uh, opruimen, aan het uitzoeken op het ogenblik. En uh, ja, veel naar de kringloop aan het brengen. Minder <laughs> dan koop ik een stuk drie dingetjes en dan uh, gaat er mijn hele tas weg. En dan probeer ik elke week mijn tas weg te doen. Dus uh, ja, je merkt al wel verschil. Maar uh, ja, ik koop ook wel dingetjes voor de kleinkinderen. Die komen dan in. Ja, 1 april terug. Maar zo gaat eind februari weer een maandje daar naartoe. En dan neemt hij ze weer mee. Maar ja, ik weet niet hoe het allemaal loopt met de wereld. Maar ik, ik heb heel veel speelgoed al voor niks gekocht. Ik had heel veel babydingetjes gekocht. Ik wist niet dat ze gingen. Dat ze zo'n lange tijd weer naar de Filipijnen gingen. Een half jaar. Intussen waren ze ook al een paar keer drie maanden weg. Dus ik heb wel veel babydingetjes gekocht. Wat ik eigenlijk niet gebruik. Ze. En nou zei ik tegen mijn zoon: Neem alsjeblieft de, ja, in ieder geval iets van spelen mee voor de kleine baby, voor Sven. Dat hij wat te doen hebt. Ja, maar ik heb eigenlijk geen plek. Maar ze Ja, joh, het is wel belangrijk voor zijn groei. en Voor zijn ontwikkeling. Dat hij uh, ja, gewoon een leuke rambelaar of zo. Hè? Nou, zou hij er een meenemen voor het laatste maandje ja, als ze daar zijn. <coughs> maar ja, heel veel dingen heb ik al voor niks gekocht. En ik weet ook niet hoe lang ze blijven. Want uh, ze zouden een flat gekocht hebben, hebben ze toch weer afgezegd. En nog een andere flat in Manila. Dus uh, daar zouden ze voor werken eigenlijk. Dus ik weet niet wat ze daarmee gaat doen. Uh, dus het kan zijn dat ze niet twee jaar meer blijven hier. Dus ja, ik zie wel mensen. Ik denk toch dat je het heel anders verloopt. Uh, dat Jezus komt. Ik geloof gewoon dit jaar dat Jezus komt. Maar als je ziet hoe, hoe die ontwikkeling zo, zo snel is. Hè? Uh, de Rode Zee is gedonden. Uh, ja, nou heb je weer een soort burgeroorlog ook. Hè? Voor al die mensen die, die uh, Texas, die pik het niet al, die buitenlanders daar zomaar illegaal naar binnen gaan. Dus... Ja, die hebben nou zelf blokkades opgericht uh, met prikkeldraad. Ze willen die gasten niet binnen hebben. Vooral niet na het incident van uh, die soort al qaeda uh, uh, ja, mensen zeg maar. Dus uh, ja, en dan uh, gaan mensen daar weer helpen. En andere, de regering wil dat en dan ook weer weg, die blokkade. Dus dan krijg je een soort burgeroorlog in de staat Texas en uh, misschien gaan andere staten ermee bemoeien, ja het is, een beetje, het is echt een uh, hoop zuur. En uh, ja, in de China zal steeds maar uh, de Filipijnse boten weg gaan spuiten. Die mogen niet in dat uh, Zuid-Chinese Zee varen om te vissen en zo. En uh, ja, overal brandhaarden, ook in Afrika erbij en uh, ja, Oekraïne dan niet te vergeten, uh, Rusland die misschien ook de uh, Baltische staten wil aanvallen. Finland, Zweden, die mensen al voorbereid van, ja, nemen uh, zaklampen, uh, batterijen en uh, ja, <tiek> mensen zijn ook niet voorbereid. Uh, ik heb zelf ook niet meer, mijn voorraad is ook bijna op. Mijn man gelooft daar ook niet in en ik denk ook wel dat ik voor die tijd weg ben voordat uh, ja, het grote uh, pleurs uitbreekt hier. Dus zorg dat je erbij bent. Hè. Ik wil jullie graag zien dat jullie ook mee uh, uh, ja, opgepakt worden door de engelen. Ja, Sommigen zeiden: We worden echt opgepakt door de engelen. Dat gaat heel snel. En uh, dus uh, ja, ik zie dat Jezus mij halen halen. Dat hij op heel veel deuren klopt. Maar ik mocht mee. Hij zei: Vlug, vlug op die, op die vrachtwagen met trailer. En er stonden nog niet zoveel mensen op. En een zakje bloed dat op mijn hoofd viel bloed van Jezus, um, ja, ik ben gered, lijkt wel. En uh, ja, en ik heb een missie, en ik voel dat ik een aartsengel ben, en uh, ja, dus ik heb hier een missie op aarde om jullie dat te vertellen. Hoewel, uh, ja, ik ken voor de rest geen mensen die dat ook vertellen hier eigenlijk. Ja, jullie hebben me één naam doorgegeven, <laughs> maar ik weet niet hoe het met tarot, in combinatie met tarot. Te rol leggen en um, ook een missie hebben om over Jezus te vertellen. Ik ben ze nog niet tegengekomen in mensen. Dus um, ja, ik vind echt niet gelijkgestemde mensen die daar ook zelf over denken. Maar ik ben ook altijd wel gewend dat ik anders was. Ik ben altijd gepest om me anders te zijn. Dat ik een bril had. Dat was ook een, echt een pest, uh, momenten Dat zij brillen joopt en uh, schelen. En, uh, terwijl ik helemaal niet schil kijk. Uh, ja, ik ben er ontzettend mee gepest met mijn luie ogen, he, mijn splijsters op mijn ogen, mijn bril, een, een matglasbril heb ik gehad. Uh, ja, zij ook vlak vlooi had en dat soort dingen. Uh, ja, echt, ik uh, deed ook de neus dicht knijpen als ze langs me liepen en zo, dat soort dingen. Echt, uh, ik ben wat gepest voor gehad ben bijna gewurgd in de klas door een kind. Ik zat gewoon in mijn bankje en dan pakte ze mijn springtouw en uh, was dubbele wasdraad. En toen deed hij dat heel, of, uh, heel strak aantrekken. Ik begon mijn vingers ertussen. Maar ik had toch street mee in mijn nek. En toen is mijn vader echt wel naar school geweest. Uh, om verhaal te halen <laughs> bij de meesten. Maar ik, zat, uh, ik was als eerste in de klas en toen kwam dat jongetje. En uh, die pakte het springtouw en. Uh, en waarom, ik weet het niet. En waarom ik dat gedaan heb. Maar ik denk ook wel dat ik wel hyperventilatie en zo klachten daarvan over heb gehouden. Um, ja, het heeft toch wel effect gehad op mijn leven, lijkt wel. Dus um, ja, ook dat pestgedrag sowieso. Dat ik me niet zoveel mensen vertrouw, eigenlijk. Dus uh, ja, ik moest heel vaak dingen alleen doen. Maar goed, uh, dat is allemaal geweest, hè? Dat ik uh, allemaal doorstaan. En uh, ja, op de huisschool ging het ook allemaal verder nog. Uh, ja, alles gebeurt in mijn leven. Het <laughs> Was echt niet leuk allemaal. Maar je moet, uh, ja, ze zeggen de beste leerlingen krijgen de beste en zware opdrachten. En dat is ook zo. Uh. Dus uh, ja. Nog steeds is het uh, best moeilijk allemaal en uh, ik kan daar eigenlijk nog niet veel van vertellen. Dat vertel ik later allemaal wel. Uh, ik, uh, ik zit wel in een heel mooi huis, ik heb een lieve man. Maar ja, toch zijn er nog heel veel dingen dat je denkt van, ik heb het behoorlijk zwaar in ieder geval. Maar goed, uh, het hoeft niet meer zo lang te duren denk ik en dan is het voorbij en dan... Uh, ja, krijg ik de beloning, denk ik, van al dit werk, wat ik doe voor jullie en voor ja, voor alles wat ik heb ondergaan. En uh, ik denk dat mijn ouders nou trots zijn op mij, hoewel ze toen uh, nou niet zo trots waren, denk ik. <laughs> maar goed, uh, maar nou uh, denk ik dat ze heel trots zijn op mij. En ik wil ze graag zien weer. En uh, ondanks alles wat er gebeurd is tussen mijn ouders en mij omdat ik ze hem niet geloofde en mijn broer wel, ondanks zijn broer meer voorgetrokken is dan ik, um, wil ik ze toch graag zien. En uh, ja, ik kan eigenlijk niet wachten dat ik ook mijn uh, familie weer zie, mijn opa en mijn oma's, mijn ooms en tantes en uh, ja, de rest van de familie. En alle andere bekenden die ik ooit in andere levens heb ontmoet, die ik dan ook weer zie. Maar mensen, we moeten moed houden en uh, de, ja, niet alles opgeven. We blijven doorgaan, we blijven strijden om onze doelen te halen. En, uh, en ja, mijn doel is ook uh, nu gefocust op echt op Jezus. En dan heb ik nog meer doelen waar ik naartoe wil. En uh, die ga ik ook halen. Ik ben strijbaar, ik geef de moed niet gauw op. Ik ben het ook niet gewend om de moed op te geven. Ik heb alles altijd alleen op moeten lossen. Als kind ook vaak. Uh, ja, ik stond altijd alleen voor hem. Ik had er zelf ook alleen spelen. Ja, mijn broer speelde ik heel vaak, maar ook, ik ging altijd alleen naar het zwembad. En dan hoopte ik maar dat ik iemand tegenkwam of zo. Hè? Waar ik dan bij kon zitten, iemand van school of zo. Nou ja, soms wel en soms ook niet. Dan zat ik alleen. Maar ook wel met... Uh, ja, dat ik wel kinderen tegenkwam. En dan uh, mocht ik er wel eens bij zitten. <laughs> maar goed, mensen. Uh, ik ga niet traumatisch doen hier. <laughs> uh, in ieder geval uh, een hele fijne zondag. En... Uh, en tot uh, de volgende keer maar weer, hè? Doei!